In 1991 werd de jonge makelaar Ingrid Kakaert thuis vermoord. Wie heeft dit gedaan? Gelukkig liet de dader zijn DNA achter op de crime scene, wat een krachtig hulpmiddel is om hem te kunnen identificeren. Maar er blijkt geen DNA-match te zijn tussen de verdachten in de zaak of misdadigers gekend bij justitie. Daarom weten we vandaag nog altijd niet wie Ingrid heeft vermoord. In België zijn er tientallen vastgelopen moordzaken. Zelfs enkele die bijna gaan verjaren. Daarom zocht ik naar een nieuwe manier om een dader via zijn DNA toch nog te kunnen opsporen. Hoe? Via DNA-verwantschapsonderzoek. En omdat 90% van de daders in België mannen zijn, focus ik in mijn onderzoek op een klein deeltje in het mannelijk DNA, namelijk het Y-chromosoom. Het Y-chromosoom wordt behoorlijk intact overgeërfd van vader op zoon, waardoor vaderschapslijnen ontstaan. Zo kunnen we met dit stukje DNA heel dichte verwantschappen vinden, zoals broers of neven, maar ook heel verre verwantschappen, zelfs tot 40 generaties ver. Nu, waarom is dit nodig? Wel, dit vergroot de kans op het vinden van een DNA-match tussen een onbekende dader en iemand in de Nationale DNA-databank van Justitie. Doorheen de generaties kan het Y-chromosoom geleidelijk aan veranderen of muteren. Door mijn onderzoek naar de specifieke mutatiesnelheid kunnen we gaan inschatten hoeveel generaties er zitten tussen de dader en zijn match. En dan weten we of het gaat om een broer of eerder een verre achterneef. Met deze informatie reconstrueren we dan hun familiestamboom om zo veel gerichter de dader te kunnen opsporen. Op die manier kunnen we hopelijk de moord op Ingrid Kakaert na 30 jaar toch nog oplossen. En dat allemaal dankzij het Y-chromosoom.